Facebookpagina's waar leden spullen met elkaar ruilen, verkopen of juist weggeven. Leuk, maar is dat geen oneerlijke concurrentie voor kringloopwinkels? Eigenaresse Monique van Gijn van kringloopwinkel Brokante ziet de pagina's juist als voordeel. De Facebookpagina's die dus gaan over ruilen en dergelijke, ik denk dat die er juist aan bijdragen dat het taboe verdwijnt. Want er was natuurlijk altijd wel een taboe over tweedehands spulletjes. En dat het alleen voor arme mensen zou zijn. Maar dat is nou tegenwoordig helemaal niet meer zo. Echt iedereen die komt naar de kringloopwinkel. Want we hebben gewoon leuke producten voor goede prijzen. Studente Fleur van Erven is lid van meerdere Facebookpagina's voor de stad Tilburg. Ik begon dat ik dingen had die ik niet meer nodig had. En toen kwam ik opeens op de Facebookpagina dat je kan ruilen, weggeven en verkopen. Dus heb ik toen mijn spulletjes opgezet. En tot mijn verbazing ging het best wel goed. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook bijvoorbeeld vuilniszakken met heel veel kleding aanbieden. Gewoon gratis. En dan kunnen hun er weer andere mensen mee helpen, bijvoorbeeld die het ook niet zo goed hebben. Maar ik denk wel dat het taboe verkleint.